New York geweest in maart. Ja. Daar heb ik de tentoonstelling Reverie gedaan. Dat is midden in hartje New York is het. En een van de mooiste galleries. Ja, ja, echt prachtig. Ja, hoe kwam je daar? Ik was uitgenodigd. Door? Door de gallery zelf. Oh ja. En, die hadden jouw werk ontdekt. Die hadden mijn werk gezien. En die waren geïnteresseerd. En, en toen zei ik, nou, ik wil wel komen. Ik vind het wel heel erg. Ja. Ik heb alles zelf betaald. En, maar ik ben niet twee keer gegaan. Ik ben met het begin heb ik mijn werk opgestuurd. Ja. En daarna ben ik daarna achteraan gereisd. Leuk. Ja, oké. Okay. En hoe kom je dan hier terecht in deze galerie? Ik zit in een netwerk van vrouwen, een vrouwennetwerk. Oh. En deze galerie zit in dat netwerk. En de muziek wordt verzorgd door? Tom Gras. Tom Gras? Ja. Oké. Okay. Zullen we die er ook even op zetten? De expositie Zomer genoemd en we hebben de kleuren erbij gezocht die daarbij passen. Dus we hebben veel uitbundige kleuren. Het is warm, het is rijk aan kleur. En ja, ik heb al een paar dagen zitten genieten hier. En er gaat ook al iemand, want voor de opening heeft iemand al iets gekocht. Dus dat is heel bijzonder. Peertje. Dit peertje past precies in mijn hand. Het voelt zo zacht en ruw. Ik duw met mijn duim kleine deukjes in de huid van het rijpende, koele fruit. Deze ronde druppelvrucht zal druipen van sap als ik van haar proef. Ik voel haar gewicht in de palm van mijn hand. Het vocht maakt haar zwaar. En ik wacht opnieuw een dag, een nacht, besluit het nog niet te schenden. Ik heb ook een lieve vriendin die arretjescake heeft gemaakt. En daar mogen we ook allemaal van proeven. En de zomerkoninkjes hebben we er ook bij gedaan, omdat het echt zomer en uitbundig. En de sangria mag jullie allemaal laten smaken. En ik hoop dat jullie kunnen genieten en misschien iets gaat kopen van Brighard. Dan kan je er thuis van genieten.